Welkom terug. We gaan weer verder met Open Samenwerken. Deze keer met onze opdrachtgevers en een of andere kapitein die hier rondloopt. Wat is Captain Co-Creation? Captain Co-Creation is het jongereninitiatief van de generatie I, wat medebedacht is toen de start van de marktvisie en nu meevoedt aan de marktvisie om dat verder door te ontwikkelen en het werk te implementeren bij de verschillende bedrijven en organisaties in de bouw- en infrastructuur. En hoe werken jullie aan het verbeteren van de samenwerking binnen Bouw in Nederland? Dat doen wij door verschillende dingen, door ontmoetingen te regelen. We hebben nu al iets van 1000 ontmoetingen tussen jongeren en oudere generaties georganiseerd. Door piraatsessies te geven bij partijen van wat is die marktvisie, wat betekent dat en wat willen we daarvoor doen. Door groot events organiseren waar 200 jongeren bij elkaar komen over wat betekent die marktvisie en hoe implementeer ik deze ook binnen mijn bedrijf. En door colleges te geven waar dus juist de oudere generatie komt vertellen wat speelt er en wat kunnen we nog van hun leren zoals je het vroeger ook in een collegebank had. We moesten nog even een bruggetje maken naar de marktdag van Rijkswaterstaat. Oh my god. Wat staat je het meeste bij van de marktdag? Nou, waar ik heel erg blij van word, is dat de marktvisie ontzettend veel genoemd wordt door alle verschillende partijen. En wat ik ook heel erg zie, is dat de gesprekken heel open zijn. En dat je eigenlijk vrij snel tot een dieper gesprek komt. En hoe pakken wij dat op binnen BAM? We hebben in ieder geval koppeling gemaakt naar onze strategie. Dat betekent heel erg bezig zijn met gedrag, ander gedrag. We koppelen het aan innovatie, vernieuwing. We koppelen het aan open gesprekken over risicoverdelingen. En uiteindelijk het besef dat wij als grote bouwer in Nederland een maatschappelijke relevante bijdrage moeten leveren. En wat merkt de Nederlander hier dan van? Die gaat uiteindelijk merken, die projecten doen we voor de maatschappij, voor de burger. Dus die gaat merken dat onze infrastructuur, die op een heel hoog niveau is, dat die dat blijft. En dat we klaar zijn voor alle toekomstige ontwikkelingen. Zo, vandaag zitten we erop. Morgen 3 kennissessies. En dat komt goed uit, want morgen gaan we schaalbaar leren. Maar voor nu, doei!